De jonge liberalen in de stad Groningen willen graag een kerncentrale in de provincie. Groningen wil het energieknooppunt van Nederland en Europa worden, maar volgens de liberalen laat de provincie grote projecten om duurzame energie te produceren liggen. En ze vinden de energieplannen van het nieuwe college van gedeputeerden van de provincie maar matig. Dus willen de jongeren nu actie ondernemen. Ik denk dat het verstandig is om toch inderdaad die, die voorziening van energie in eigen hand te houden. En dat het op dit moment, ook gezien het lage rendement, nog van inderdaad de groene energievormen, zoals dat dan heet, windenergie, um, al dat soort vormen, denk ik dat dit gewoon een, ja, een noodzakelijke tussenoplossing is. Het is ook niet dat wij um, vol los zijn over kernenergie en dat we dat over 200 jaar het liefst ook nog als belangrijkste energiebron zien. Maar we denken wel dat het op dit moment de enige beste tussenoplossing is. Hoogleraar natuurkunde Henk Mol vindt het, met de ramp in Japan in het achterhoofd, een onbegrijpelijk idee. Ik vind het wel heel apart om daar uh, deze dagen mee te komen, nu de heel, hele wereld druk bezig is om te kijken wat er in Japan gebeurt. En daar lessen over probeert te trekken. Om dan nu opeens te zeggen van ja, laten we maar een kerncentraal gebouw. Dat vind ik heel merkwaardig. Maar goed, uh, het komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen, want de JOVD en de VVD die zijn de laatste jaren voor kernenergie. En persoonlijk vind ik, en uh, ja ook. Gebaseerd op mijn kennis van het energiesysteem in Nederland, weet ik eigenlijk dat kernenergie voor Nederland helemaal niet nodig is om daar nieuwe uh, stappen in te zetten. Groningen is al een duurzame provincie. Met behulp van biomassa, wind en zon wordt al duurzame energie geproduceerd. Henk Mol raadt de jonge liberalen dan ook aan de huidige plannen en energiebronnen te benutten in plaats van een kerncentrale te bouwen. Ze zouden zich afvallen in, uh, in al die plannen en al die ideeën die al ontwikkeld zijn. Om in het noorden aandacht te besteden aan duurzame energiebronnen en aan een duurzame energievoorziening. Daar zouden ze wat meer aandacht aan moeten besteden. En dan zouden ze vanzelf tot op het idee kunnen komen dat de kernenergie in elk geval hier helemaal niet nodig is. De jonge liberalen vinden dat de VVD-fractie in de provincie te gemakkelijk heeft toegegeven aan een nee tegen kernenergie. Ik denk dat er daadwerkelijk nog behoefte ook is aan kernenergie. Maar net wat ik al zeg, Groningen is natuurlijk niet de voorkeurslocatie voor de tweede kerncentrale. Maar het gaat ons voornamelijk om het symbool wat er uitsprak in het coalitieakkoord van wij zijn tegen kernenergie. Gewoon inderdaad de makkelijke manier en dat, vinden de, dat willen de burgers in de provincie graag horen. Dus dan zetten we het er graag in. En dat ze niet echt het lef hebben om ook te zeggen kernenergie is op zich gewoon een goede optie. En dat sluiten we bij voorbaat niet uit. Het gaat er niet om dat ze het gelijk gaan omarmen. Omdat ze het niet zoals het nu is bij voorbaat uitsluiten.